Hallo, welkom bij Diablo 3. Ik ben Arjan. En ik ben Lasse. En we hebben de beacons opgehaald, die we op een paar standaarden moeten plaatsen nu, om toegang te krijgen tot de Drowned Temple. Nou, hier moet er eentje op. Hopskee. Er zijn hier geen monsters. Kom eraan, chef. Even deze nog. The temple is open. Enter and defeat the guardians within. Although they are my brothers, they will seek your death later. Nou, lekker idee. Ik denk dat het geen partij is voor ons. The thing that fell into our temple. Every moment it remains, my people grow more restless. Ga ons best doen. The Drowned Temple. Look at this architecture. This predates the Sin War. Repel them, my brothers! Oeh, wie roept dat? Er is ook nog zo'n... Not enough fury. None may enter the inner sanctum. Zo, ga je eens, hè? Rise, my brothers! Rise and do that. Wat doet hij? Wat doet hij? Wat doet hij? Andere mannetjes. Hey! Stand fast! They advance! Go for! Brother Moek. Zo. Brother Larel. Not enough fury. Zo, pak aan. Hoppakee. Geen partij voor ons. Dit hebben we mooi gefixt. Wacht even, ik dacht een health potion. Slaat helemaal niks van, hè? Zo'n mooie spulletjes, dacht ik ja, maar. Ja, nee. Oh. Alaric. Your strength rivals that of our greatest champions. What now do you think you are? You may enter our most sacred place. Nou, dan gaan we daar maar heen. Ja, doen we dat maar. Blessing. The noble human fought his way here just to die. Magda. And who is this you bring with you? Adria's daughter? She has power within her. No matter. Your mother will soon share your fate, little one. The shard is mine. Fill this temple with their blood. No. Want voor ongevrij, denk ik dan. My mother will share my fate. Could my mother be alive after all these years? Hope it for you. Lies. Do not believe her. She's toying with us. We must get back to Uncle Deckard right away. The world stone has been changed. Our children are born weak and suffer short lives. The demon Nereza promised to restore their power, but instead turned them into misshapen creatures and sent them to war against us. We may die. But not before she is sent back to the burning hells. Nou, we moeten terug naar Tristram, kerel. Doen we. Zullen we de portal pakken gewoon? Of een town portal doen? Oh ja, dat is goed. I miss Caldeum. Nou, dan gaan we toch weer naartoe. Wat moeten we doen? Oh, we hebben het nu afgerond. Nou, weet je wat, Lasse, voordat je mensen gaat aanspreken? Ja. Zullen we even kijken of... ik heb net wat nieuwe skills gekregen. Even uitzoeken en dan pak het zo weer op. Lijkt me een goed idee. Oké. Zo, helemaal klaar er weer voor. Ik heb even wat nieuws geëquipt. Even kijken of dat wat bevalt. Hadrick heeft wat te melden. You said you lived with your father when old Tristram burned. Tell me about him. My father was a diplomat. We had a manor in Caldeum with servants, terraces, all of that. Everything changed when the trouble started. Somehow, rumors spread that my grandfather was responsible for the king's madness. My father's work fell apart. No one would speak to him. He kept believing it would blow over, though. Did it? No. I'd rather not talk about it now, if you don't mind. I've work to see to. Mooie stem, vind ik. Hier is een kistje. Zit niks in. En we hebben hier de scoundrel, die is ook nog wat te melden.
Where are you from? Kingsport, the city by the sea. Home to the great merchant fleets and endless nets of reeking fish. And your trade? I am between jobs at the moment. You did dishonorable work there, didn't you? Nonsense. I am the most honest thief you will ever meet. Wanted, one relic, scarlet, roughly the size of a man's fist. It was stolen 2 months past during a deplorable theft from the Merchant's Guild Bank. Those apprehended were not in possession of the item. The relic is greatly missed by its rightful owner, who offers a reward for it. Magda found us in the Drowned Temple. Oh, they are above. She seeks the third piece. I remember a glow streaking towards... That must be worth them. Oh, brilliant, dear Leah. Have the ferryman take you there. Oké, we moeten naar Worden toe. Ferryman. Oké, maar ik was nog heel even met Linden aan het kletsen. Dus ik maak het nog even af. Oké. Oh, Linden. Wat een gaaf kerel is het ook, zeg. Gave stem heeft hij. You shouldn't waste time chasing women. Waste? Time is scarcely better spent. But you do not keep any of them. I've only found one worth keeping, but she slipped away from me. Still, you shouldn't bother every other woman who crosses your path. Well, no. Sometimes they should bother me. Ja, dat is een echte player. Goed, leuk. Even kijken. Captain Rumford. The living dead? The skeleton king? The Khazra? I would not have thought it possible. You have given us all hope. My men, the people of this town, we all owe you a debt of gratitude. There is still much to be done. Nothing that you can't handle, I'm certain. Have you fought the Coven before? I cannot say, but there is something about them, a darkness, that is known to me. What do you mean? The Coven may be part of a greater evil. Perhaps I intended to fight it. If you are to fight, you will need your sword. Ik ben erg blij met deze barbarian met zijn mooie stem. Die is ook een mooie stem hoor. Gek op goede stemmen. Hij heeft een goede stem. Hij heeft een heerlijke stem. Kane is niet, die is druk aan het werk aan zijn tafeltje. Nou, waar moeten we heen? We moeten naar de ferryman. Moment, even kijken. Ja, ik loop nog een beetje rond. Ja, is goed. Ja, ik heb iets voor Lea's dagboek. When we retrieved the stranger's second sword piece, Magda found us. She's always on our heels. Who is she? She claims to know my mother, but how could that be? Regardless, we must beat her to Wortham in the final piece of the sword. So look, wife, don't think I don't see you undressing our fine hero with your treacherous eyes. I would look at you instead had you a weapon like that. Geweldig, hier is iemand die spreekt zijn vrouw aan met wife. Goeiedag. Hey wife. I was thinking. Zo ga ik voor u vanuit de voortgang. I was thinking that we should try to recruit more soldiers. What happens if we get attacked again? We just spent a week fighting off hundreds of walking corpses outside our impenetrable gates. We're the hardest bastards within 100 miles. Who's going to attack us? We're the hardest bastards in 100 miles. Goeie hoor, goeie stemmen. Hey, ik sta... Nee, dat doen we later wel. Ik ben bij de ferryman. Zo goed als. Oké, en dan kom ik achter jou aan. Wacht even, ik heb nog een... Dat is een beetje een klein kaal mannetje. Doet maar niemand denken. Ik weet niet zo aan wie, maar... Ik ken geen kleine kale mannetjes. Jij kent geen kleine kale mannetjes, zeker? Nee, ik ben zelf 2 meter. Haar als een gorilla. Ja. En zeker niet kaal. Nee, je bent zeker niet kaal. Nee. Hey, kijk eens. Je bent zover? Ga ik hem even aanspreken? Ja. I need a ferry to Wortham. I will take you, but beware. Smoke rises from the village. Oké, we zijn er al in dat slot. They're destroying the town. Get out while you can. Oh, hi. Death
to those who defy the power of Elka. So, but your leg. Too late. Oeh, hier is het warm. Hier ligt een zakje. More fury. One of the men retrieved a strange artifact in his nets. It looked like a hilt of an ancient blade, but I know it must be more. A fisherman argued with me, but I convinced him to leave it in the safety of the chapel, a holy place or a holy relic. Okay. So, what a feast. Please, my family's hiding in the chapel with the rest of the townsfolk. We must get to them. Don't run off. You'll get yourself killed. I need fury. Oh, okay. Fools! You cannot keep the sword from me! This is bad. My servants will burn this town to ashes! So. Need more time. Oh, dat is wel een leuke, zeg. Een leuke skill. Oeh, dit is een goeie. More fury. I hear something coming. Wat komt er dan nog aan? Oeh, kijk nou. Oei. Berserker. Need more time. I am badly hurt. Ah, moet je even geheel worden, jongen. Kom. Hop. Niet dood lassen. Vlucht als je wil. Nee, dood. Zo, het zijn pittige rakkers dit. Nou, ik heb ze hoor. Als je hier naartoe komt, dan... You saved us. We owe you our lives. Ik heb een Wanga-poppetje. Misschien wat voor jou. De Q is toch... De Q is het potion, maar die kun je maar... Er zit wel een cooldown op, hè? Ja, dat is ook zo, maar... Hey, voordat we even de pastoor aanspreken hier, we gaan even kijken wat er allemaal nog te halen valt in het dorpje. Het is niet heel groot. Falling from the sky. Je hebt toch gedaan. It glows with powerful magic. We found it days ago. I wish we'd never brought it here. Come, I left Virgil to guard it. We will be glad to be rid of it. I'm going back to Tristram to check on Uncle Deckard. Oké, nou voordat we er binnen gaan, even rondspieken in het dorpje. Ja. Wat een puinhoop. Mag de gemeentelijke opruimdienst wel eens een keer langskomen? Nou, jongen. Prikkertjes en rode hesjes, oranje. Zo'n stofzuigerwagen. Ja. Ja. Valt veel in aan te behalen. En de brandweer. Volgens mij heb ik het allemaal gezien, of niet? Ja, alleen dit innammetje nog. Hier is nog iets. Shit, je meer dan een rook hier. Goud. Dus alles goud wat er blinkt. Enter the Wortham Chapel Cellar. Nou, dan doen we dat toch. We zullen vast in de enge monsters zitten. Oh, Lasse, trouwens even snel. Ik had een Wanga doll. Oh ja. Hier, kijk maar even wat het is voor je. Oké. Dat heb ik ook niet nodig trouwens, dit. Even kijken, ik heb weer een rare mojo. Dit is een magic mojo. Ziet er echt goed uit, hé. Wauw. Nee, degene die ik nu heb is beter. Nou, hou maar dan. Goed, let's go inside. Wacht even, ik heb ook nog andere dingetjes. Nee, dat kan niet. Dan sla ik hier even de tent kort en klein. Nee. Hop, pak aan. Heerlijk. Wel lekker rotzooi hier. Hop. It is not here. While you were on your hero's errand here, I captured all three sword pieces and your friends. I should have known. I must get back to Kane's house. Kane is
Hier is een waypoint, hè? Ik sla gewoon de boel even kort en klein. Even een healing belletje. New Tristram. Enter Kane's house. Zullen we doen? Oh. Ik denk dat we straks even stil moeten zijn. Er zal wat gebeuren. Ja. The end of the Horadrim. It's your choice, Kane. Either use your Horadric arts to repair the sword, or your dear Leah dies a horrible death. Oh, this pain. This destruction. What is the sword to you? To me, nothing. To my master, Belial, everything. No! Uncle! Your rage is overwhelming, girl. You win this round, but if the sword cannot be mine, I'll claim the one it's bound to. In the end, the blade shall be mine. Uncle, you can't die. Nothing can stop that now. But there is one last thing I must do. The sword must be made whole. Just as I suspected, the sword is of the high heavens. The stranger is an angel. Heed the journal. The truth lies within. Uncle Deckard! Snotverdorie, Lasse. Onze oude partner is de pijp uit. Ja, is hij echt? Het is gebeurd met hem. Ja, om nou 2 minuten stil te zijn, vind ik ook zo wat. Nee, niet Lea aanspreken hoor. Niet doen. Nee. Niet doen. Ja, dat is spijtig. Ik ga even met de scoundrel praten. Misschien heeft hij wat te melden. How did you learn to fight? My brother taught me when we were younger. He thought the crossbow was the best weapon for me since it would give me time to run away if I botched things too badly. Where is he now? Oh, he's still in Kingsport. I expect he'll be there a good long time. Het gaat gewoon of iets heel anders, maar doe maar. De Templar, vond ik een mooie kerel hoor. I want to hear more about the Templar Order. Why do they make you forget your past? Our initiation blinds us to our sinful pasts, so that we might clearly see the future and prepare for the final battle. I see. How do they take your memory away? Sorcery? I was chained to a wall and beaten. By the third day, I was mad from pain and hunger. That is when the whipping began. I was told I relived all of my transgressions. Everything that brought me tainted joy. The whip took away that joy, and the sin, leaving me pure. So they tortured you. You Templar have strange ideas of what holiness means. Don't you understand? The Templar Order is trying to protect humanity from extinction. What is my pain against that goal? Knettergek. Onze grote vriend Cormac. Cormac is knettergek. Hey, dit is... ik geloof dat Lea vast wel weer wat in het dagboek gezet. Gek op die dagboekbladzijde van haar. Juist. Uncle Deckard is gone forever. Remember the wonderful times we had together. Always off on another crazy quest. What will I do without him? He believed the stranger was an angel. But he is only a man. I always knew they were just stories. Uncle Deckard died for those stories. Het is wat. So this is how it ends? Iedereen is een diepe rouw. They dragged my cart from the road, but for what? I can't... You're going to make those cultists pay for what they've done, aren't you? They can't be allowed to get away with this. Een hele boze vrouw. Ik vond haar net ook al zo boos. Ze is echt boos. Oké, nou.
Kenau, ja. Knauwende Kenau. Suske en Wiske en de knauwende Kenau. Volgens mij moeten we met Lea praten, Las. En dan gaan we op een nieuw avontuur. Hier is niks meer. Nee. Hier is niks meer. Don't say it. You were right, Aaron. If we had recruited more soldiers, Kane might still be alive. I wasn't going to say that. I just wanted to say I'm sorry. I know you like the old man. Ah, mooi man. Die twee soldaatjes die staan daar een beetje met elkaar te babbelen. She's done so much for us, and she's lost her entire family. She's strong. She will move on, husband. Just like we had to. Oké, zij noemt haar man ook husband. Oké, wife and husband. Wife and husband. Nou, misschien zijn het al in voornamen. Goed, ja, wie weet. Het is bijzonder, maar het kan. Goed, Lasse. We gaan voordat we ons volgende avontuur ingaan. Eerst hier even een punt achter zetten. Ja, dat lijkt me een goeie. Bedankt voor het kijken allemaal. Als je het leuk vond, klik op leuk. Ja, het is natuurlijk een hele verdrietige aflevering eigenlijk. Hè? Ja. Eigenlijk wel. Maar mocht vond je het leuk, klik op leuk. En als je denkt van goh, ik wil hier meer van zien, abonneer. Dan blijf je op de hoogte. Bedankt. Dag. Hoi, hoi.